Omnia Wonen vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat u prettig woont. Daarom worden er werkzaamheden uitgevoerd in uw huurwoning, waarbij de badkamer en het toilet worden vervangen. Dit gebeurt in samenwerking met Hegeman Bouwpartners. Deelname aan de werkzaamheden is geheel vrijwillig. Voor de vervanging van huurvoorzieningen wordt geen huurverhoging gevraagd. Om overlast te voorkomen is het niet verplicht om in de woning aanwezig te zijn. U kunt een sleutel achterlaten die u bij oplevering weer terugkrijgt. De geplande werkzaamheden worden tussen 7:30 en 4:15 uitgevoerd. Tijdens de vervanging van badkamer en toilet wordt beoordeeld of de keuken in aanmerking komt voor vervanging. Mocht dit zo zijn, dan wordt een afspraak ingepland om de aanwezigheid van asbest uit te sluiten. Als er asbest is aangetroffen, moeten wij dit verwijderen. Het is mogelijk dat u dan circa 8 uur uw woning moet verlaten. Gezien COVID-19 houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen. Medewerkers dragen te allen tijde een mondkapje. Wij vragen u om niet in dezelfde ruimte als onze medewerkers te zijn en altijd 1,5 meter afstand te houden. Door de huidige regelgeving kan er helaas geen douchevoorziening worden geregeld. De werkzaamheden duren ongeveer 12 dagen. Op de eerste dag ontvangt u een tijdelijke toiletvoorziening in de vorm van een multitank. Daarna worden de woning en het trappenhuis afgedekt. De badkamer en het toilet worden eerst afgekoppeld en daarna gesloopt. Aan het eind van de dag worden de woning en het trappenhuis schoon achtergelaten. Op de tweede en derde dag worden de nieuwe riolering, waterleiding en elektra aangesloten. Dag 4 bestaat uit het aanbrengen van de dekvloer. Dag 5 uit het stuken van de wanden van zowel badkamer als het toilet. Vervolgens bestaan de werkzaamheden op dag 6, 7 en 8 uit het aanbrengen van de tegels op de wanden en de vloer van de badkamer en het toilet. Op dag 9 worden kitnaden aangebracht. Dag 10 bestaat uit het afmonteren en het keuren van de technische installaties. Aansluitend worden de badkamer en toiletruimte schoongemaakt om op dag 12 netjes te worden opgeleverd. De oplevering wordt gedaan door een uitvoerder van Hegeman en een opzichter van Omnia Wonen. De aangegeven planning is een richtlijn, waardoor omstandigheden van kan worden afgeweken. Nadat de sanitaire voorzieningen zijn vervangen, wordt er in 2021 een aantal werkzaamheden uitgevoerd. De buitenzijde van het complex wordt geschilderd, het voegwerk van sommige gevels en tuinmuren wordt vervangen, kunststof kozijnen worden gereinigd en hang- en sluitwerk wordt nagekeken en waar nodig gerepareerd. Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met uitvoerder Michel Udinga, 06 11 048 077.